Bonjour à tous et bienvenue op Apprendre le français avec Roland. En dit hoofdstuk, oftewel Communiceren Frans met Roland, en dit hoofdstuk 19f alweer, gaan we het hebben over de grootte. Dus wat groter is en wat kleiner op zijn Frans. Dus hebben we een aantal zinnen hier staan. We hebben bijvoorbeeld cet arbre est plus grand. Cet arbre est plus grand. Plus grand wil dus eigenlijk zeggen groter. Plus grand, dus wil je zeggen groter, zeg je plus grand. Dus cet arbre est plus grand. Deze boom is groter. Gewoon plus of plus, meestal plus, betekent meer. Dan hebben we hier ta voiture, of als je het formeel wilt zeggen, of netjes wilt zeggen, wil ik zeggen votre voiture est moins bruyante que la mienne. Dus dat wil eigenlijk zeggen, jouw auto is zachter, of letterlijk minder luid, dus moins bruyante betekent minder luid, dan de mijne. En dan hebben we ook nog de zin, ils sont aussi contents. Ils sont aussi contents. Dus ze zijn net zo blij. Of anders vertaald zou je kunnen zeggen, ze zijn ook blij. Aussi betekent namelijk. Kan namelijk ook betekenen. Dus ils sont aussi contents kan dus betekenen, zijn dat ze zijn net zo blij, afhankelijk van de zinstructuur. Of ze zijn ook blij. Hè. Maar je ziet dus wanneer je wil zeggen net zo, dat dan ook het woord aussi gebruikt moet worden. En dat was deze Franse les van vandaag. Of van nu. Dus merci beaucoup pour le regarder et au revoir.